Fred, hoe is het? Ja, is goed. Ja, prima. Mooi. Goed je te zien. Daar staan we bij het torentje. Daar zit je oud-partijleider nog voorlopig nog wel eventjes in. Ja, oud-partijleider. Ja, ik denk dat hij de langzittende demissionaire premier wordt van Europa. Ja, denk je? Gaat het zo lang duren? Nou ja, ik had goede hoop dat het allemaal snel zou gaan. Maar ik moet zeggen, de hoop is wel een beetje de bodem ingeslagen. Ja, want wat hadden we goede hoop eigenlijk? Want... Ja, we hadden toch wel een beetje goede hoop, ja. Aanleiding om te denken dat er in mei een kabinet op het bordes zou staan. Oh, en wat was die aanleiding dan precies? Nou, de concrete aanleiding was dat er wel informatie naar buiten simpelde dat zijpelde dat er al over postjes werd gepraat. Ja, minister Posten? Ja. En dat toch Ronald ook wel zich warm draaide als premier.